De zaterdagse Daily Minutes uitzending is gewoonlijk in het Engels. Vandaag beginnen we echter in het Nederlands met het grote nieuws van vandaag, namelijk de oprichting van een nieuwe amateurvereniging in ons land. Verbaasd? Ja, dat was ik ook. Vandaar dat de Daily Minutes meteen bovenop dit nieuws gesprongen is. De nieuwe vereniging wilde niet met ons praten, maar ze wilde wel wat ze noemen een zogenaamd promotioneel bericht in onze uitzending hebben. Het aantal luisteraars naar de Daily Minutes was kennelijk toch te interessant voor de nieuwe club om links te laten liggen. Nou, vooruit dan maar. Hier komt-ie. Ja, Wokka Wokka staat volop in de schijnwerpers. Wokka Wokka gaat op de maatschappelijke tour. Wokka Wokka begint een nieuwe amateurvereniging. Wokka Wokka heeft een aantal ideeën uit de recente politiek bij elkaar gepakt en een aantal mensen uit de reclamewereld als adviseur gevraagd. En het kan haast niet anders dan dat dit plan een groot succes wordt. Doelstelling van de nieuwe amateurvereniging is om iedereen te verenigen. Ja, het woord verenigen zegt dat natuurlijk ook al. De nieuwe vereniging krijgt meerdere speerpunten als doelstelling. De belangrijkste doelstelling is dat de repeaters moeten worden schoongeveegd. Weg met het uitschot van onze maatschappij dat onze mooie repeaters onveilig maakt, die met veel inzet en geld door de amateurs zelf tot stand zijn gebracht. De nieuwe amateurvereniging gaat met de politiek praten over oplossingen voor het probleem. Er moet maar een budget komen waar de acties tegen deze veestapel uit betaald worden. De nieuwe Wokka Wokka vereniging gaat zich verder inzetten voor meer mogelijkheden voor de gelicentieerde amateurs. Allereerst moet de vergunning terugkomen. De Nederlandse examens die zijn verder niet voor niets zo moeilijk. Daar mag best iets extra's tegenover staan. Wij willen, vooruitlopend op de afschaffing van de FM-band, dat met ingang van 2020 88 tot en met 98 megahertz in Nederland een amateurband wordt. Tevens willen we dat de amateurs in overleg met de auteursrechtenorganisaties op die frequenties muziek mogen uitzenden. Wokka Wokka heeft eerst overwogen om 98 tot 108 als frequentiegebied hiervoor te eisen, maar dat ligt veel te dicht bij de luchtvaartband. Laat ze dat maar houden. Ze gaan binnen een jaar of twee daarna toch allemaal naar DAB+. Dit is nog maar een deel van de plannen van de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging. Als laatste van dit korte overzicht wil de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging nog wel kwijt op welke doelgroep van amateurs wij ons vooral richten. Dat is volgens onderzoek dat we door Maurice de Hond werknemer André de Geit hebben laten uitvoeren, tevens de overgrote meerderheid van de amateurs. Dat zijn namelijk de amateurs die een grote hekel hebben aan de Veron, aan de VSSA of aan Dekars. En daarnaast de amateurs die een broertje dood hebben aan Agentschap Telecom. Wij horen in de aanloop naar de oprichting van onze vereniging dat er zeer veel amateurs een bloedhekel hebben aan al deze organisaties. Nou, daar gaat Wokka Wokka dus wat aan doen. Geen woorden, maar daden, zouden we willen zeggen. Kijk binnenkort op de bekende URL van de webwinkel van de wetenschappers van Wokka Wokka. Dan kun je binnenkort meer nieuws lezen over de oprichting van de nieuwe amateurvereniging. Stuur in aanloop van de oprichting alvast, als je wilt, je mening naar het mailadres van Wokka Wokka. Dat is wokkawokka@xsforall.nl. Zonder spaties, zonder streepjes, wokkawokka@xsforall.nl. Je kunt je overigens ook alvast als lid aanmelden. Uit het bovenstaande onderzoek van Maurice de Hond werknemer André de Geit blijkt zelfs dat de meerderheid van de zendamateurs ontevreden is. Dat zou betekenen dat de Wokka Wokka vereniging in één klap ook de grootste amateurvereniging zou zijn.